Welkom bij de Roermondse Watersportvereniging Nautilus. U vindt de gezellige jachthaven van Nautilus daar waar de Roer in de Maas uitmondt en op zo'n 200 meter van de oude binnenstad. Als een van de weinige havens in de regio is de jachthaven van Nautilus gecertificeerd met de blauwe vlag. Een internationaal erkend kwaliteitskeurmerk. De vereniging telt op dit moment zo'n 800 leden. 85% van deze leden is afkomstig uit Roermond of een van de buurgemeenten. 15% komt uit de EU-regio. Voor haar leden heeft Nautilus de beschikking over zo'n 340 ligplaatsen. Daarmee is Nautilus de grootste exploitant van ligplaatsen in de haven La Bonaventure. Het havengebouw is gelegen aan de Maasboulevard en is inclusief ondergrond eigendom van de vereniging. Het restaurantgedeelte is verhuurd aan een exploitant. Het up-to-date ingerichte havenkantoor is tijdens het seizoen dagelijks geopend. Eerste aanspreekpunt voor leden en gasten zijn de twee havenmeesters. De haven waarin Nautilus de laatste jaren voor tonnen heeft geïnvesteerd, is van de openbare weg afgesloten door middel van poorten, welke enkel met behulp van een elektrische sleutel of een toegangscode kunnen worden bediend. Kanoligplaatsen en opslagruimten zijn enkel via het haventerrein bereikbaar. Ook sanitaire voorzieningen als mede douche- en wasruimten zijn in dit gedeelte van het havengebouw ondergebracht. Voor noodsituaties hangt hier ook een AED. Naast een trailerhelling met lier beschikt Nautilus ook over een speciale kanostijger. Op het terrein bevindt zich een milieupark waar afval gescheiden kan worden ingezameld en een pompinstallatie voor de inname van grijs en zwart water. Nautilus heeft in de haven circa 150 meter vrije kade voor passanten beschikbaar. Bovendien stellen leden die met hun boot op vakantie gaan hun ligplaats ter beschikking voor passanten. Hierdoor is Nautilus de grootste passantenhaven in de regio. Op jaarbasis ontvangt de vereniging zo'n 1700 schepen met ongeveer 4400 gasten die onder andere de binnenstad en het Designer Outlet Center bezoeken. Nautilus is een gezonde, financieel stabiele vereniging met veel actieve leden. De vereniging probeert met name door veel werkzaamheden zelf ter hand te nemen
de kosten voor haar leden zo laag mogelijk te houden. Zo kan de watersport voor veel mensen toegankelijk blijven zonder te hoeven beknibbelen op voorzieningenniveau. Nautilus, op deze locatie geworteld, ambieert met haar kennis, kwaliteit en faciliteiten een prominente rol in de exploitatie van de haven La Bonne Aventure en eventueel aangrenzende kades.